Dit is de allereerste belhelm die ooit gemaakt is. Nu hoor ik je denken, hij ziet er niet zo oud uit en hij is goed onderhouden. Nou, dat is niet helemaal waar, want het is namelijk wel een nieuwere versie. Maar in 1954 kwam Bell met de 500 helm. Die is overigens gebruikt bij de Indianapolis 500 race in 1955. En de persoon die ermee reed, die is vrij gewond geraakt. Maar gelukkig is hij helemaal in orde geweest uiteindelijk, want hij heeft een goede helm op gehad. Dus hij heeft het goed overleefd. De helm die hij toen op had, daar hebben ze gedacht van, goh, dat is een goede helm, daar gaan we meer van maken. En het is uiteindelijk zo uit de hand gelopen dat we dus nu staan waar we vandaag staan. Dit is dus de moderne variant van die helm, de Bell Custom 500. Laten we even gaan kijken. Om maar even voor de verandering bij de prijs te beginnen. De Bell Custom 500 is vanaf €219 te verkrijgen. Wat op zich best wel heel goedkoop is voor deze helm. Hij is namelijk volledig van glasvezel gemaakt. De buitenschaal is dus heel hard, maar toch alsnog best wel licht. En hij is te verkrijgen in 5 verschillende buitenschaalmaten. Dat betekent, kijk, hij gaat namelijk van XS tot en met XXL. Dus dat betekent dat die schaalmaten, die zijn alles zo klein mogelijk bij je helmmaat. Dat betekent dat je dus geen Calimero effect hebt op je hoofd en dat het dus ook gewoon normaal eruit ziet. Wat natuurlijk wel fijn is. Zoals je ziet hebben we hier aan de voorkant hebben we een mooi vizier erop zitten. Het is een hele mooie blauwe is dit, een mooi Vissercom model. Bubbelvizier zoals ook wel eens worden genoemd. Er zijn heel veel mooie verschillende vizieren te krijgen voor deze helm. Platte vizieren, de bolle vizieren, heel veel verschillende kleuren. Dus stel dat je een helm hebt en je koopt een andere motor met een hele andere kleur. Kan het best zo zijn dat je alleen met je vizier het hele verschil kan maken. Dat is natuurlijk ideaal. Als we kijken wat er aan de binnenkant zit, zien we een mooi antibacterieel en geperforeerd interieur. Is niet uitneembaar, dus je kan hem niet in de wasmachine gooien. En daaronder zien we een dubbel-D-sluiting, die dus het sportieve karakter van toen de tijd, in 1955 zeg maar, dat hij dat weer weggeeft. Nou, hartstikke mooie helm is dit. Hij weegt overigens in deze maat 1175 gram. Dit is maat medium. Dus afhankelijk van de maat die je hebt, zal hij iets minder of iets meer gaan wegen. Dat hangt er dus eventjes vanaf. Hij is overigens DOT gekeurd en ECE gekeurd en hij komt ook met 5 jaar garantie erbij. Dat is hartstikke ideaal. We hebben ook een andere variant, dat is deze. Die zit in een mooi tasje. Een soort van bowlingtasje lijkt het wel. Gaan we eens even kijken. Dan halen we deze er even uit. Mooi rood zakje zit er omheen. En dan gaan we eens even kijken wat er aan de binnenkant zit. Kijk, een mooie zilveren glitterhelm. Heel bijzonder. Er zijn een paar modellen zoals deze. Die komen dus met die tas erbij. En dat is wel echt heel erg mooi. Ik weet niet uit mijn hoofd welke modellen dat zijn. Maar je kan op de site kijken welke speciale edities zijn. En welke de standaardkleuren zijn. Ook is er een carbon versie van de helm. Die is ietsje duurder. Maar die kun je dus allemaal terugvinden op onze website voordehelmen.nl. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Like ons filmpje, subscribe en dan zien we je volgende keer weer terug.